drumstel, een matras en reliquieën die hem aan zijn idolen herinneren. Met de dubbele roffel op de voetrom had hij een internationale showcarrière kunnen maken. In plaats daarvan bespeelt hij de pedalen van een graafmachine. Als hij zich in wilde ritmes verliest, doet hij dat voor Elvis en zijn oma. Jammer dat ze niet kunnen meeluisteren, zucht hij. Maar ze zullen het wel horen vanuit de hemel. Nee, nee, meneer. Nee, nee, hier niet filmen. Je kunt filmen waar je wilt. Mon ami, zij de Ben en Elvis van, hè? Ladies and gentlemen, Jeff Presley, the famous Elvis drummer. Ja, Jeff, we zijn begonnen te lopen. Ja, dat is mooi. Vindt het schön? Goed, ja? Goed gedaan. Echt, prima. Ja, de lengte vind ik ook eigenlijk goed. Ja, is goed, ja. De lengte is goed, ja. Mocht niet te kort zien. Nee, vind ik ook niet. Ja, dat is prima. Ja, zo is het goed. Echt, dat is prima. Mooi. Ik durf niet te kijken. Je hebt 87, joh. 70, man. Is het heel goed volk binnen, hè? Ja, dat weet ik. Als ze niet samen met mijn dingen gaan gooien. Wat bleef? Als ze niet met de matten gaan gooien, zelfs. Maar ja. Denk. Wat bleef? Dat is goed fris, ja. Je moet ook een beetje met al zitten, hè? Ja, joh. Ze denken, dat komt een echte. Ja. Ja. Ik denk, dat moet het hier, dat was mijn woord. Kijk een chef. Prima. Zullen we gaan afkijken in het dak zijn? Dat vind ik ook. Ja, denk ik ook. Echt mooi. En nu de voorheer. Hier is het brood en het schoot. Nou ja. Jongen nog. Dat was toch een toffe gasten. Die kleren en zo, dat was iets. Ah, dat was, kon niet beter. En vroeger had ik ook een auto, bomvol Elvis. Allemaal schoenfoto's, staren erop en alles. Ja, heb ik moeten wegdoen. Ja. Starren, van achter naar voor en schoon lampen en oliedrukmeters. En jong, achteraf, weet je nog, die vleugel van Formule 2, jongen nog, hey, die heb ik nog.
En hier is dat mooie vleugeltje van Formule 2. Wat ik wat ik op de auto ga zetten. En zo maak ik dat vast, met vier vijzen. Dan moet je eens kijken hoe schoon dat is. Dat heeft toch niemand niet, een echte Elvis-auto. Vandaag optreden in het Dockside. Oh, ja, ja, dat is waar. Elke week kom ik naar hier, om mijn gebed. Andere bidden, ik doe het met drummen. Zo hoorde zo graag drummen. Dankzij haar ben ik drummer geworden. Dat is hier die mooie steen, die je zo graag gewild had. En ik ben blij dat ik die haar heb kunnen geven. Zo heb ik die foto's hier, die oude Elvis-auto, dat drumstel. Hier een engeltje, die haar beschermt. En dan twee foto's Elvis, die allebei naar haar toe keken. Ja. Heb ik laten erop zetten, slaapengeltje zacht, ja. Ja. Ze was ook een engeltje, ja. Ja. I'm so lost, oh did you ever see a robin weep when leaves began to die? En de grootmoeder heeft een fijn begrafenis gehad. En hier, de Joegoslavische accordeon die ik gekregen heb van mijn grootmoeder. En ik speelde altijd, als Nico slaapte, speelde ik een stukje Joegoslavisch en dan viel zij in slaap. En hier, een escorte van twee Arlies, twee vrienden. En me begeleid. Dat is heel mooi en heel lief. En hier zit je die Elvis-auto. Heb ik te danken aan haar. Ik volg je naar achter de kist tot de kerk. En dat was het laatste van de grootmoeder. Naar dood.
was ik alles verloren. Ben ik alles kwijtgeraakt. Het huis op een barberkoch. Mijn drumstel hebben ze aangeslagen. Misschien slechte vrienden of zo, ik weet niet. Het enigste wat ik nog mocht houden, dat waren mijn drie mooie Elvis-kostuums. Eventjes een kostuumje kunnen uithalen. En dan iets laten zien. Hier. Dat is het Elvis-kostuum. Wat ik van de grootmoeder heb gekregen. Iets heel moois en het schoonste. En het enigste wat ik nog heb van de grootmoeder, dat kost in die tijd 15.000 frank. Weet je wat dat is? 15.000 frank. Dat is het mooiste. Wat heb ik aan haar te danken, dat ik die drie kostuums heb. Alsjeblieft. Nee, meneer. Niks te filmen hier op mijn eigendom. En niet filmen en dan krijg je onmiddellijk aan. Dat straat, meneer. Ja, maar dat is goed, meneer. Nee, dat is goed. Bel de deurwaarders. Er is niks te filmen, maar dan moet hij proces ingespannen daartegen. En gedaan. Zijn er niet meer van? Zijn er niet meer van? Nu ben ik content, man. Nu ga ik iets spelen, dan mijn grootmoeder altijd niet kon slapen, viel zijn slaap. Jongen of jongen, als ze dat hoorden, man, was ze zo blij. Maar jongen, nu kan ze van boven kijken vanuit de hemel. Dat ik dat 3 jaar heb moeten missen. Dat is echt erg. Ik kan niet meer geloven dat ik het nu nog terug heb. Alles kwijt zijn en dan alleen in een garage leven, man. Dat is ook niet alles. MUZIEK
patte. Weet je waarom dat ik hier kom? Nee, dat is voor die nieuwe slaapse soep, die dikke soep. Die aan Jelme had ik dat gevraagd. Met de grootmoeder, die maakte die vrouw groot. Lekkere soep hier. Oh. En ik heb een stuk brood erbij. Mama. Het is wel wagen, man. Jongen, hij morgen weer terug het graafmachine op. In het leger was ik ook al tamboer. Voordat jij weggaat, wil ik je nog iets laten horen. En dat is de stem van mijn grootmoeder. En dat is het mooiste wat ik heb. Precies of ik al jaren in de woestijn zit te drummen. Maar toch ga ik verder. Voor de grootmoeder en voor Elvis. Is Sanseveria er weer met het portret van een bodyprinter en